Een hele goede morgen. Kijk je uit. En welkom bij een nieuwe Ups & Down. Vandaag hadden de kids volgens mij niet echt veel zin in fruit. Tenminste, Jordi heeft het grotendeels op. Maar Liam en Sam... Ja, er zit ook snijrij van mij bij. Ik pleur alles op elkaar. Ze hebben in ieder geval niet veel gegeten. En ja... Nou liggen ze daar. Ik heb al een wasser aangezet. Ik heb mijn vaatwasser al aangezet. Zou ik eigenlijk gisteravond noemen. Ik had gewoon geen zin meer. Dus die heb ik net straks aangezet. Ik heb al een was weer opgehangen. Ik heb alles open gegooid boven. Dus ja, ik heb eigenlijk alles al wel gedaan. Een heel eind dan, hè. Dus ja. En nou gooi ik deze open. En ja, we gaan het zien. Vandaag doen we het lekker rustig aan. Het is een thuisdag. De afgelopen dagen zijn gewoon heel druk geweest. En dat is niet erg. Maar ik merk wel dat ik even een stapje terug moet doen. En even moet zeggen tegen mezelf, oké, nu ga je heel eventjes het hoognodige doen. En voor de rest klaar. Het is natuurlijk hier ook de laatste week van de grote vakantie. En... volgende week gaat Jordi weer naar school. En ja, hoe het met Liam en Sam gaat verlopen, dat ga ik jullie nog uitleggen later. Als Jordi naar school is. Ik ben weer wat aan brouwen hoor. Ik ben bananenpannenkoekjes voor Liam en Sam aan het maken. En voor Jordi appelmoespannenkoekjes. Ik had geen eieren in huis en ik dacht, ik heb de rest nog wel. Dus ik ben op gaan zoeken. Toen zag ik op de jumbo.nl zag ik een recept staan voor Amerikaanse pannenkoekjes. En ja, daar heb ik gewoon zelf bananen aan toegevoegd en een potje appelmoes. En ja, dus wat ben ik nou aan het maken? Ik heb de bananenpannenkoekjes geproefd. Kijk, ik lust geen banaan, maar ik moest weten of ze gaar waren. Dus ik heb al kokhalzend gekeken of het gaar was. En ze zijn gaar, dus dat is goed. Die van Jordi ga ik wel lussen natuurlijk. Dus ja, maar ze zijn lekker aan bakken. Deze zijn iets te hard gegaan. Het is de eerste keer dat ik dit maak. Dus dan moet altijd heel eventjes geoefend worden. Maar ik denk dat ik het nu al onder de knie heb. Kijk, deze zien er al een stuk beter uit als die. Maar, ja, ik ben geen bananeneter. Maar prima. Ik ga deze eens even proeven. Aangezien ik banaan al vies vind... Zie je mij dat al niet eten, want ik ga echt kokhalzend dat eten. Dus ja, ik ga even een stukje van deze proeven. Ja, dit is wel echt een aanrader. Ik heb 100 gram bloem gebruikt. Een eetlepel bakpoeder. Een zakje vanillesuiker zit 8 gram in. En 200 ml melk. En als je het vegan wil maken, dan gebruik je amandelmelk of weet ik veel wat. En daarna heb ik er bij dit recept voor Liam en Sam heb ik er een banaan geprakt doorheen gedaan. En voor Jordi heb ik een potje appelmoes er doorheen gedaan. Dat zijn deze potjes. Dus 100 gram. 100 gram appelmoes. En natuurlijk, er komt nog poedersuiker en al die zooi overheen, maar voor zo vind ik ze ook al wel lekker. Liam heeft het geproefd, hij vindt het niet super. Als er nou een poffertje was geweest, dan had hij hem zo opgegeten, maar het is een pannenkoekje, vindt hij niet lekker. Dus ik heb een broodje pindakaas voor hem gemaakt. Jordi wel, Jordi vindt ze super lekker en dat is ook alleen maar goed, want Jordi loopt achter met zijn ontlasting. En ja, dit is gebakken in olie, dus alleen maar goed voor hem. Dat betekent dat hij dadelijk weer wat smering in zijn darmen heeft. Dus Jordi die eet het lekker. Sam eet het ook lekker. Dus dat is alleen maar goed. Ik ben de hele middag echt aan het kutten geweest met Liam. Liam die haalt echt bloed onder mijn nagels uit momenteel. Ik weet ook waarom dat is. De afgelopen dagen zijn natuurlijk de jongens hier geweest. En hij verveelt zich nu. Dus ik ben echt continu met hem bezig. En daardoor ben ik vergeten te uploaden. Dus dat. Ja,
Maar ik ben nu bezig om te uploaden. Weliswaar na de tijd dat ik zou uploaden, maar het komt er wel aan. Maar ja, nu als jullie dit zien is het alweer een week later. Dus ja. En goedemorgen. Ik heb vrij weinig geslapen vannacht. Ik had de kinderen die vervelend waren. Maar goed, alle kinderen zijn hier. En ik ben kapot. Maar goed, hè? We doen het er maar mee. Het wordt gewoon vandaag een rustig dagje. We gaan nergens heen. Ik heb gisteravond even boodschapjes gedaan. Gisteravond boodschapjes voor vandaag gedaan. En straks zien we wel weer verder. Op dit moment denk ik bij mij dat. Ik denk dat er iemand nog moe was. Ja, als hij nu slaapt, is hij vanmiddag gewoon de hele tijd wakker. En dan kan hij vanavond gewoon op tijd weer naar bed. Ja. Vandaag loop ik weer in mijn bloemetjesgordijn. Dus het is gewoon even lekkerder. Ik kan niks aan doen. Ik heb mijn was alweer aangezet. Was alweer opgehangen. Ik heb echt van alles alweer gedaan. Dus ja. Moet allemaal ook gebeuren natuurlijk. Dus ja. Oh, en ik heb nieuwe dekbedden overtrekken gekocht. Eentje van Peppa Pig. Tada. En ik heb er eentje met, voor Jordi, met planeten gedaan. Dan kan de Boomba kan naar een van die twee gastjes. Dus ja, ik moet wel een beetje met de tijd meegaan. Hè? Kan niet Boomba blijven hangen, ook al vindt hij de voorstelling van Boomba leuk. Maar dat wil niet zeggen dat hij ook altijd graag onder een Boomba dekbed zou liggen. Tenminste, dat is dan in mijn hoofd. Dus ja, dan heeft hij weer nieuw. Ik doe het altijd in stukjes, zeg maar. Dus nu koop ik er twee en dan volgende maand koop ik er bijvoorbeeld weer twee. En dan heb ik weer even voldoende. Maar omdat Sam nu ook een groot bed heeft, kom ik er net tekort. Dus moeten we het daar even mee doen. Deze grote, knappe vent, die is inmiddels alweer wakker. Hé, jongen? Je bent wakker, hè? Ja, hij heeft nou ook al eten gehad. Staat nog op tafel. Ik laat dat ook staan. Hij heeft fruit gehad. Maar, nu is iemand anders in slaap gevallen. Maakt niet uit, krijgt hij straks nog extra te eten. Want het is nog vakantie. Ja, het is nog vakantie. Ik heb vakantie alleen. Alleen. Eén ding weet ik zeker. Ze wisselen elkaar vandaag wel af. Sam is, ik denk, 10 minuten wakker. En Jordi slaapt net een paar minuten. Ze wisselen elkaar echt af vandaag. Maar goed, hè? Ik ben even een broodje aan het maken voor Sam. Ook een tosti, wat de rest ook heeft gehad. En ja, dat. Ik kan er niet meer van maken dan dit. Jordi heeft er net ook in gezeten, maar dat heb ik niet gefilmd. Want Liam zat er ook bij. Maar Liam was een beetje vervelend. Dus ik moest goed opletten. Samen met Niels. Nee? Een hele goede middag. Ik heb nog niet gevlogd verder. Ik ben vanochtend mee naar de winkel geweest. Toen ik thuis kwam, de achterbuurman was thuis. Die zei, ik kom een bakkie doen. Oké, dus die is geweest om een bakkie te doen. Wat? Ik heb daar nog wat boodschappen op de recht staan. Wat wil je vertellen? Niels is vandaag thuis. Die gaat nu nog heel eventjes met Liam naar de Jumbo. Want ik drink altijd ijsthee en daar was het in de reclame. Ik ben naar de Nettorama en de Zenos en dat soort winkels geweest. Ik heb ook bubble tea soy gekocht. Want dat wil ik uitproberen. Ga ik jullie natuurlijk in meenemen. Die heb ik bij de Zenos gehaald. Met
thee smaken. Dus dan kan ik dat lekker proberen. Ik heb ook deze gehaald. Dat was in de aanbieding bij de Zenos. Die wil ik ook uitproberen. Ik weet even niet hoe het precies heet, maar hè. En we zijn natuurlijk op stokjes gebeuren. En ik heb deze meegebracht. Die waren ook bij de Zenos in de aanbieding. Dus ja, dat. Dus ja, dat. Ik heb ook een knoflookpers gehaald. Want ja, die van mij is ook kapot. Ik heb een rasp. Maar een pers is ook wel eens fijn. Ik heb meerdere soorten van deze gekocht. Maar dan ga ik allemaal nog uitproberen, et cetera. Dus ja, dat. Ik heb boodschappen gedaan voor een paar dagen. Dus we hebben in ieder geval weer een paar dagen eten. Ja, en de tuin. We gaan de tuin doen. We hebben het zwembad al helemaal leeg. En we moeten die straks nog heel even goed afdoen met een doek. En dan vraag jij je af, waarom doe je dat nu al? Nou, dat ga ik jullie uitleggen. Vandaag is het nog mooi weer. Morgen is het mooi weer. De dagen daarna is allemaal regen. Dus kun je beter nu doen dan dat we het over een week doen als het in de regen is. Toch, Niels? Mm-hmm. En wat willen we met alle speelgoed doen en zo? Op weg van het zwembad. Ja, daar waar het zwembad staat, daar komt de glijbaan en alles te staan. Dus, moet u weer gaan steken? Ja. Niels gaat eventjes naar de Jumbo toe voor mijn ijs te halen. En dan gaan we aan die arbeid. We hebben heel hard gewerkt vandaag. Hè, Niels? Mm-hmm. Ik ga het jullie even laten zien, want kijk, hier is wel allemaal hetzelfde, maar jullie weten natuurlijk dat we het zwembad hadden staan en dat al het speelgoed daarvoor stond. Nou, ik ga het jullie gewoon laten zien. Tadaa! Ja, die moet Niels nog opruimen. De kindjes liggen al op bed. En ik ben nu eten aan het maken. Want we waren zo druk bezig dat ik de kinderen gewoon eerst eten heb gegeven. We maken zelfgemaakte pizza. En of we eten zelfgemaakte pizza. Ik weet niet of ik het goed zei, maar in ieder geval hè, dat. En daarna ga ik hier even opruimen. De vloer doen, want die zit echt onder het zand. En ja, morgen weer een nieuwe dag. Maar dan kan ik in ieder geval de kinderen ook de deur openzetten. En dan kunnen ze gewoon lekker spelen en lekker hun ding doen. Een hele goede morgen. Ik ga jullie even laten zien hoe de vork hier aan de steel zit. Jordi zit lekker gelukkig in zijn stoel. Ondertussen een beetje schommelen. Liam is daar aan het spelen. Wat heb je allemaal? Laat het zien. Laat het zien. Je hebt allemaal steentjes, dat moet je niet doen, schat. Die horen daar. Kom eens hier. Mama, laat eens zien. Liam. Ben je ook een rat ook, hè? Kom eens bij mama. Kijk, laat zien. Hij komt elke keer steentjes schappen. Liam, kom eens even laten zien. Kom. Kom. Kom eens hier. Kom eens hier. Komt hij aan. Kom, kijk eens. Kom eens kijken. Kom eens kijken. Die horen hier. Hallo. Jawel. Jij komt even kijken. Kijk eens even hier. Die steentjes, die horen daar. Daar horen ze. Begrepen? Ja, daar. Ja, daar. Daar horen de steentjes. Oké? Okay. Sammy is ook lekker aan het rondchasen. Maar ja, tot nu toe bevalt het goed. Ze hebben lekker de ruimte. Dus. Hey Sam, een lekker ruimte hè? Kom maar. Hey! Oh, oké. Okay. Ei, ei. Ei, ei.
En is het meneer de baas. Ik heb mij ondertussen even aangekleed. Liam slaapt, Sam slaapt, Jordi niet. Jordi en ik zijn samen even Boomba aan het kijken en aan het knuffelen. Ja. Yeah. Dus dat zijn we aan het doen. Kan jij duwen? Goed duwen. Duwen? Ja, goed zo. Kom maar. Kom je niet deze kant op? Ja, moet je aan de kant, hè? Moet je goed draaien. Ja, goed draaien. Goed zo. Ja, goed draaien. Wat goed van jou. Jordi, deze kant. Toch maar weer over die put, hè? Ja. Nou, we hebben ook bezoek gehad. Mijn ouders zijn langs geweest. Hebben hier ook gegeten. Kindjes waren er heel blij mee. En nou, we hebben nieuwe babyfoons. Sam en Liam. Die liggen nu op bed. Jord ligt ook op bed. Dus ja, dat. Ik ga nu nog een beetje bende opruimen hier. En dan is het tijd om naar bed toe te gaan. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.